Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Let niet op dit dan op dit, want deze mondkapjes killen mij. Deze geven me echt zoveel puisten. Maar ja, helaas, het is niet anders. Alles is nog steeds dicht en ik baal er enorm van, maar ja, het is gewoon niet anders. En waar we nog wel heen kunnen zijn de supermarkten. En nou ga ik altijd wel naar een Jumbo, naar een Albert Heijn of zo, of naar een Aldi. En toen dacht ik ineens, laat ik een keer naar een Lidl gaan. Lidl, whatever you call it. En toen had ik echt een doos vol, twee tassen vol en het was echt 40 euro. Toen dacht ik echt, ik liep daar ook en alles was zo goedkoop. En ik dacht, ik wil dit. Ik heb me echt, hier, er komen er nog meer van, laat maar zeggen. Ik heb echt me vreselijk misdragen met allemaal snacks die ik gekocht heb. Maar ik dacht, ik ga jullie eventjes laten zien wat ik allemaal heb gekocht bij de Lidl. En zodat je weet een beetje wat je daar kan kopen als je er nooit heen gaat. En oh my gosh, dit was echt amazing. Want ik wilde vanavond ook pizza's gaan maken. Dus ik heb daar ook, kun je ook deeg voor kopen en lekker dingen voor erop en zo. Dus dat is wel heel erg leuk. En verder rest allemaal snacks eigenlijk. En een soort van lunch ontbijt voor nu. Dus let's go. Ik heb hier wat dingetjes staan die gaan mee naar boven en dat zijn snacks. En ik heb hier wat dingen staan die in de koelkast moeten of in de opberg lades. Dus ja, oké, let's go. Ik ga het jullie laten zien. Oké, ik vond dit wel een mooie light om het te laten zien, maar het is weer een beetje donker. Nou ja, ik denk dat het wel goed komt. Dit zijn dus de pizza kits die ik heb gekocht. Daar zit dus deeg in en pizza saus. En de vorige keer dat we die van de Aldi hadden, waren die heel erg lekker. Dus deze heb ik nu bij de Lidl gekocht. En daar ben ik echt heel benieuwd naar. Volgens mij waren ze ook maar echt 1 of 2 euro. 1,70 of 2 euro of zo. Dus dat is echt heel cheap. Daar kun je echt een leuke zelfgemaakte pizza van maken. Ik heb dan nog een kit. Daarvoor heb ik ook paprika's gekocht. Nou, twee paprika's, 1,43. Ik weet van niet alles de prijs hoor. En voor ook nog op de pizza's heb ik salami, schouderham en ananas. Ja, sorry. Je kan nu skippen, maar I love ananas on a pizza. Dus ja, I like it. Die heb ik ook. Die gaan in de koelkast. Voor nu voor ontbijt. Of nou ja, ik heb ook voor binnenkort eventjes maïscrackers. Die had ik niet meer. Ik heb nu een croissantje, kaascroissantje en een chocoladecroissantje. En lekker raspberries. Daar had ik echt zin in. Ik weet echt niet meer de prijs, maar het was volgens mij best wel cheap. Maar ik heb ze ook bevroren, maar nu deze kan ik gelijk eten. Dus daar had ik gewoon heel erg zin in. Die heb ik gekocht. Ik heb almond drink gekocht, want die doe ik met mijn havermout. En daar maak ik dan lekker vaak mijn ontbijtje van. Zoals ik die ook wel eens op mijn kanaal heb gezet. Dus als je dat wil weten hoe ik mijn ontbijt daarmee maak, dan kun je dat dus zoeken. Almond drink met havermout, fijn. Die moeten hier blijven staan. Ja, ik zag dit. Het is echt jeugdsentiment. Maar dat is een soort van die fris die persik, maar dan van die fake variant. En I love it. I love it. En ik ga morgen naar Romy. En dat is 2 uur rijden. Dus ik dacht, ik moet wel lekker allemaal dingen voor in de auto. Ik heb ook 2 pakken sap. Want ik kreeg vanavond visite. Dus ik heb dit. Is een soort taxi. En dit is een soort crystal clear-achtig. Helder appelpeersmaak. Nou ja, dit is ook wel super fijn om te hebben. Ik heb voor nu ook nog een mango, banaan, appel, avocado, spinazie drankje. En ik zou normaal nooit zo echt voor groen gaan. Oh, ik had het niet moeten doen ook. Ik had naar mijn intuïtie moeten luisteren. Maar goed, misschien als ik het proef wordt het nog wat. Maar de reuk is a disaster. Ik heb toetjes gekocht. Hazelnoot. Ik schaam me echt kapot, want dit is allemaal echt zo slecht. Maar ja, nou, op zich sommige dingen niet. Hummus, lekker spicy. Die gaan ook weer lekker op crackers of zo, of op brood. En deze kaas heb ik nog gekocht, omdat er pizza pasta kaas op stond. Dus toen dacht ik, ja, die kan dan gelijk op de pizza. En dan kunnen we het lekker gaan beleggen. Dus, oh, daar heb ik zoveel zin in.
Ik ga nog eventjes de andere snack laten zien, maar die heb ik daar liggen. Dus dan ga ik eventjes de camera verplaatsen. Ja, dit is wat ik ook nog heb. Ik lach met deze onderkin, dat wordt alleen maar groter. Dit komt gewoon een beetje omdat ik gewoon na kerst een auto nieuw niet was aangekomen, maar was afgevallen. En toen dacht ik, let's buy some snacks. Sophie, als je deze video ziet, kom maar langs. Oké, ik heb brownie mix gekocht. Ik dacht, dat kan altijd een keer. Dus dat is gewoon voor random een keer. Ja, en er hoeft alleen maar boter en water bij. En ik dacht echt, dit wil je in je leven. Dit was ook een jeugdsentiment. Cappuccino en biscuit, weet je wel. Die had ik allebei altijd van de Aldi. Toen zag ik dit en toen dacht ik, oh, dat vind ik echt heel erg lekker. ik heb Japanse mix gekocht. En dit was een soort ovenbaked variant van de Lidl. En ik was heel benieuwd hoe die zou gaan smaken. Dus die wilde ik gaan proeven. Die heb ik ook gekocht. En ik... Ik heb een XXL reuzen salmiak harten gekocht. Dit is toch niet normaal? Oh, ik ben echt vreselijk. Oh my god, het wordt weer hardlopen. Ja, maar ik vind deze altijd zo lekker. En dit was echt... Dat is echt 3 euro of zo. Fucking duur. Maar ja, ik dacht... Nu ik hier toch ben, let's buy it. Dat heb ik dus gehaald. Oké. Volgende tas. Daar heb ik alleen niet zoveel meer. Want ik wilde ook nog gezonde snacks maken binnenkort. Maar daarvoor heb ik dus chocola gekocht om te smelten. Dus dat is niet zo boeiend. Het zijn gewoon hele cheap ass 49 cent chocola. Normale naturel ribbelchips voor film kijken vanavond. Oh. En natuurlijk kan je niet meer naar de Action. Dus heb ik allemaal soorten vaccinelichtjes gekocht. Het gaat echt amazing. Dus daar ben ik eigenlijk super blij mee. En als laatste. Nou, ik heb eigenlijk ook nog Labello gekocht. Maar die heb ik al in de auto gelegd. En als laatste heb ik dit gekocht. Because I like it. Maar ik wil het gewoon proberen. Oh, dat is best bizar. Dit smaakt tot 21 januari goed. Dan moet ik zo snel op gaan eten. Sophie, je moet echt langskomen. Oh, misschien als jullie deze video zien is Sophie al wel langsgekomen om dit allemaal op te eten. Of ik neem hem mee naar haar, dat kan ook. Want met Sophie gaan we lekker altijd gezellig lekkere dingen eten. Dus ja, dit waren allemaal aankopen van de Lidl. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Even een keer iets heel anders dan een shoplog. Ik noem het wel een Lidl shoplog of zo. Maar ja, ik ben heel blij met wat ik gekocht heb. Kon ik weer lekker eten. En de volgende keer zal ik wat proberen wat gezonder te kopen. Ik zal het proberen. Maar echt een mooie winkel. Ik ben Oosthout geweest. Echt heel groot. En je komt binnen. Gelijk allemaal lekkere broodjes. En ik zat echt zo. Wow. Heel lekker. Echt heel veel groente. Heel veel fruit. Allemaal heel erg goedkoop. Heel veel vlees. En heel veel vega ook. Daar verbaasde ik me echt over. Dat ik dacht. Zo. Wat een assortiment aan vegetarisch. Dus daar ben ik ook heel erg blij door verrast. Echt heel veel diepvries. Ja, ik weet niet. Echt een fantastische winkel. Ik heb denk ik een nieuwe liefde gevonden. De Lidl. Maar ja. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei!